Zuid-Europese omstandigheden in Nederland en dat in de tweede helft van november. Zo warm was het nog nooit eerder op 18 november in de Bilt met 14,9 graden. En in het zuiden van het land ruim 16 graden op de thermometer. Alweer het 13e warmterecord van dit jaar. En het vorige record van 18 november dat stamt uit 2015. Dat stond op 14,5 graad in de Bilt. En daar kwamen dus op deze dag overeen met 14,9 graden. En ik zei het al, er zijn veel records alweer gesneuveld dit jaar. 13 stuks. Vorig jaar waren het er 14 warmterecords en maar één koude record. En het jaar daarvoor ook 13 warmterecords. In 2018 met zelfs nog 3 koude records. Maar je ziet het aantal koude records dat neemt beduidend af. Al sinds de jaren 80 zijn er steeds meer warmterecords. En dit jaar staat de teller dus op 13. Maar het jaar is nog niet voorbij en we hebben nog steeds geen koude record te pakken. Meer details erover op onze website weer.nl.